Maya, waarvoor ben je hier op school? Ik ben hier op school om vandaag de kinderen naar aanleiding van alle stikstofperikelen die er op dit moment zijn vanuit de politiek en die grote gevolgen hebben voor de boeren in Nederland en in de gemeente Bergen in het bijzonder, om de kinderen uit te leggen van, problemen zijn er, die moeten opgelost worden, maar niet over de rug van de boer. En daarom willen we aandacht vragen waarvoor dat Nederlandse boeren zo belangrijk zijn. Door te vertellen van, waar komt jouw eten vandaan? Hoe gaat dat? Hoe groeit dat? Dat soort dingen allemaal. Maasduinen Centraal. De regio, dat zijn wij. Is het aan de kinderen uit te leggen wat stikstof is? Ik bedoel, de meeste volwassenen begrijpen het niet eens. Nee. En het is ook niet de bedoeling om dat uitgelegd te krijgen. Het is, we zullen het aanhalen. We zullen vertellen dat dat een stofje gas is wat in de lucht zit en in de grond zit. En wat schadelijk is voor het milieu als dat te veel is. Maar daarnaast komen er ook goede dingen van. En niet op in, dat is ook niet het doel van vandaag. Vandaag is gewoon het doel van... je kunt de boeren wel... Merk je dat er nog veel kinderen zijn die niet weten dat de melk van de koe komt of dat een brood op het land heeft gestaan? Nee, dat valt op zich wel mee. En dat zeker hier in Bergen als een plattelandsgemeente is dat natuurlijk helemaal niet zo, wat dat betreft niet zo'n issue. Maar goed, wij zijn de boeren uit de gemeente Bergen en we willen het wel benadrukken, zodat de kinderen het wel in hun hoofd houden, dat ze het meenemen. En dat ze ook thuis vertellen. En proberen we toch een beetje beeldvormend bezig te zijn. Het stikstofprobleem. Mm-hmm. Het stikstofprobleem gaat natuurlijk veel verder dan alleen het stofje dat in de lucht zit. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk heel ingrijpend, ook voor de gezinnen. De boerengezinnen. Zeker. Wat doet dat met een mens? Heel veel. Heel veel. Het maakt boos, het maakt verdrietig, het maakt wanhopig. Het maakt dat mensen daardoor heel... op heel verschillende manieren reageren. En het is gewoon, het is te triest voor woorden dat je, als je heel goed nadenkt, dat je op deze manier gewoon weggezet wordt. Hoe lang kunnen jullie strijdbaar blijven? Hoe lang kun je hoop houden? Geen idee. Maar op dit moment zijn we nog ontzettend strijdbaar. En we hopen dit ook ontzettend lang vol te houden. Maar het liefste zijn we gewoon bezig met boeren. Dat wat ons werk is. En dat we goed kunnen boeren op de manieren zoals het wel met technische innovaties. Dat het voor het milieu toch beter is. Maar wel dat we gewaardeerd worden. Dat zou het mooiste toekomstbeeld zijn. Hoe sta je er tegenover dat de scholen de deur hebben geopend voor jullie? Dat vinden we heel fijn. Daardoor kunnen wij de kinderen die de toekomst zijn, wij kunnen hen heel duidelijk maken waar het Nederlandse voedsel of het eten van de Nederlandse boeren, dat voor hen heel belangrijk is. En we zijn heel blij dat we dat aan de kinderen op de scholen mogen vertellen. En daarnaast de leerkrachten krijgen daar ook nog, die nemen dat ook mee. Succes. Dank je wel. Juf Maria. Voor even. Daarna weer boeren. Maasduinen Centraal. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en download onze gratis app.